Dames en heren, daar ben ik weer. Jeetje, weer Siem op je beeldscherm. Het moet niet gekker worden. Ik dacht, ik maak deze week nog een derde Wie is de Mol video. En nee, niet om jullie te irriteren. Lieve kijker, ik kom jou waarschuwen voor het einde der tijden. De apocalypse. Nee, eigenlijk wil ik je waarschuwen voor het verliezen van je punten. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat gebeurt. Ja, voor mij is het al te laat. Ik ben al mijn punten al kwijt. Maar jullie kunnen nog gered worden. Jullie kunnen de eer nog hoog houden. Ja, best op ver. Het is de tijd van het feestje. Heb je iets gemist op de televisie? En mist er beslist wat voor je hele visie? Dan kijk je online zondagochtend naar Siem. Om alle hints en theorieën te zien. Moloot. Ik ben een moloot, al van psychologie, maar ben geen psycholoog. De lat ligt niet hoog, had de verkeerde mol. Maar abonneer toch voor de hints en de lol. Wat is er namelijk aan de hand? In mijn vorige video ben ik volledig gaan tunnelen op Jurre. Heb je die video nog niet gezien? Zeker even checken. Heel kort gezegd heb ik een aantal grote hints naar Jurre, waardoor die nu mijn mol is geworden. Onder andere de grote badeentjestheorie, die nu eindelijk een soort van verklaard kan worden. Dit hele seizoen zijn er badeentjes verstopt in het decor van Wie is de Mol. En 6 jaar lang werden er ook badeentjes verstopt in het decor van De Wereld Draait Door. En dan hoor ik je denken, wat hebben Wie is de Mol en De Wereld Draait Door nou met elkaar te maken? Nou, wie was er presentator bij De Wereld Draait Door? Wie had zijn eigen show in het rubriekje Young DWDD? Jurre Geluk. Combineer dat met de aflevering Weglopen. Hij is de enige die we zien weglopen. Hij vult zijn naam als enige in met een hoofdletter. En zo nog veel meer hints uit alle afleveringen die ik dus bespreek in die video. Maar wat is er nou aan de hand? Nabil is ook nog steeds ontzettend verdacht. Bij mij is het een beetje 70% Jurre, 30% Nabil op dit moment. En wellicht is dat morgen weer veranderd. Als iemand anders dan deze twee de mol blijkt te zijn, dan snap ik er echt geen ene mol meer van. Dan kan je mij wegrapen. Ja, dan kan je me opvegen, wegrapen, in een meer dumpen. Dan snap ik er echt niks meer van. Maar goed, het zal me uiteindelijk ook niks verbazen. En dan kan ik er weer heel hard om huilen en lachen. Maar goed, ervan uitgaande dat ik niet opgenomen hoef te worden in een psychiatrische afdeling, is Jurre of Nabil de Mol. Maar, nou kreeg ik een reactie op de video over Jurre. En de inhoud daarvan komt volgens mij oorspronkelijk van WDM Pro. Dus WDM Pro, dikke SO naar jou. Hij heeft de podcast geanalyseerd en er blijkt een patroon in te zitten. En wij houden van patronen. In iedere aflevering van de Wie is de Mol podcast zit een kandidaat en de afvaller. Kijk maar eens, in aflevering 1 had je Anke en de afvaller Sarah. In aflevering 2 Soy en de afvaller Vrouwtje. In aflevering 3 Ranomi en de afvaller Sander. En aflevering 4 Daniel en de afvaller Aniek. Nou missen we nog 2 kandidaten. Toevallig de 2 hoofdverdachten, Jurre en Nabil. Als ze het patroon volgen, zou dit ook betekenen dat dus 1 van deze 2 komende zaterdag een rood scherm krijgt. Paniek, paniek! Ik ben nu even Aniek, ik heb paniek. En dan niet voor mezelf, want ik ben al mijn punten al kwijt, maar voor jullie. Op wie moet je dan, als je Jurre en Nabil verdenkt, je punten inzetten? Als je helemaal geen risico wil nemen en je gelooft in dit patroon, kan je dus beter je punten op iemand anders inzetten dan Jurre of Nabil. Tenzij je natuurlijk zo overtuigd bent van je mol en de maximale bonuspunten wil halen, dan moet je gewoon lekker doen waar je je goed bij voelt. En zelf denk ik, maar maak me niet af als het niet zo is, ik ben ook maar een mens, dat Soy bijvoorbeeld een veilige optie is. Als hij inderdaad een rood scherm had deze aflevering, heeft hij namelijk zoveel informatie, dan weet hij gewoon ja, wie de mol eigenlijk niet meer kunnen zijn. En dan kan hij zo woep woep lekker de finale inglijden. Ranomi vind ik trouwens ook echt zo'n type dat de finale gaat halen en waarschijnlijk ook gaat winnen. Die vind ik echt daar een type voor, maar pin me er niet op vast. De boodschap van deze video, doe vooral waar jij je goed bij voelt. Maar er is dus een grote kans dat ofwel Nabil of Jurre de komende aflevering afvalt. Aangezien mijn hoofdmol nu Jurre is, denk ik dus dat Nabil de komende aflevering naar huis gaat. Ja. Nou wil ik ook nog heel eventjes van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor de ontzettend grote hoeveelheid nu al van lieve reacties op de vorige video. Ik snap dat het ook een beetje geslijm is om die sleutelhanger te winnen. Maar toch, ondanks dat, is het ontzettend leuk om te lezen en het doet me heel veel goeds. Dank jullie wel. Ik vind het echt stom dat ik er gewoon maar eentje die sleutelhanger kan geven. Het liefst geef ik het aan jullie allemaal. Maar hey, ik ben geen miljonair. Ook niet door de sponsordeal met Yfood. Dank jullie wel, lieve mensen. Vergeet niet deze video te liken en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie snel weer. Ik hoop dat tot snel dan ook gewoon
zondag is en niet nog morgen of overmorgen. Dat ik weer een video maak. Waarschijnlijk gewoon tot zondagochtend. Want dan is het tijd voor Siem om alle hints en theorieën te zien. Doei doei. Tot ziens moet ik zeggen. Tot ziens. Woesh. Heb je de mol gezien? Is het nu tijd voor Siem? Ieder weekend praten wij over de theorie. Vergezochte hints en de psychologie. Pak je molboekje erbij, want het is tijd voor Siem.